Bonan staat erom bekend een erg duurzame rederij te zijn. Zo zijn we steeds op zoek naar de meest duurbare brandstoffen om onze schepen op te laten varen. Ook onze Commandant Charcot vaart op een combinatie van liquefied natural gas, LNG, en batterijen. Maar het paradepaardje van onze vloot wordt waarschijnlijk ons Swept to Zero project, dat we verwachten tegen 2030. Dit schip zal het eerste schip ter wereld zijn dat allerlei nieuwe technologieën gaat combineren om zo uiteindelijk carbonneutraal te kunnen varen. Denk hierbij aan waterstofcellen, zonnepanelen en uiteraard zeilen. Dat in combinatie met batterijen, LNG en andere brandstoffen, op die manier een heel carbonneutraal en een heel ecologisch schip te krijgen.